Stephanus, FNB is dan bekend als een bank wat baie klem plaas op innovering, vooral met technologie. Maar het is nogal interessant, want jullie beschouwen ook menselijke verhoudings. Jullie plaatsen premie daarop en jullie zien dit ook als een manier om te innoveren. Absoluut. Ik denk, en wanneer het komt bij geldzaken en bij financiën, en vooral wanneer mensen met grote sommen geld beginnen werken binnen een bezigheidsopzet, kan mens nooit wegkomen van die menselijke verhouding daarvan. Ik denk dat is altijd de mate van vertrouwen wat nodig is bij bezigheidseienaars, wanneer hulle wel skakel met financiële dienstenverskaffers, om zeker te maken dat hulle beste belang op hart gedraaid wordt en dat ook hulle die nodige producten en functionaliteit krijgen om hulle bezigheid vooruit te vatten. So, wanneer een mens die verhouding bewerkstellig het en hy werk, dan moet een mens weer die technologie inbrengen om soos jy sê, om die functionaliteit en die gemak van die verhouding te maximiseren. Definitief, en dat is wat ons dan sê, maar wanneer ons innoveer en wanneer ons technologie gebruik om processen en producten beter te maken, is dit niet iets wat in isolatie gebeurt, niet daar die goed wordt ingelicht door cliëntenbehoeftes. Voor ons is het verschrikkelijk belangrijk om te verstaan wat die cliënten nodig het en wat hulle leven gaan makkelijker maken. Ik denk niet enige bezigheidseienaar of enige iemand in die landbouwsector wordt wakker in die ochtend en zijn eerste gedachte is die bank nie. Ons wil zeker maken, ons is daar helpende hand achter die scherms, maar dan moet dingen gemakkelijk gebeuren. Wanneer je wel nodig hebt om gebruik te maken van die diensten, dan moet het iets wees wat verschrikkelijk makkelijk gebeurt en dit moet doeltreffend wees. Minder dit moet gebouwd wordt en geïmplementeerd wordt op een manier wat makkelijk is voor die cliënt om te verstaan eerstens en tweedens ook om gebruikt te worden. Ik denk mensen die is daar so baie competitie en is mens gaan kyk na van die grote technologische productverskaffers in die wereld, Apple en Google. Die technologie wat daar sit is so gemakkelijk dat jy nie eers meer dink daaroor nie. So ons streef altijd aan om seker te maak wanneer ons wel producte en functionaliteit aan cliënten bied, dat het na dieselfde manier uitspeel en dat het op je einde iets is wat bijdraagt en niet afbreek aan die verhouding nie. En dan wanneer jullie wel tijd spandeer met jullie cliënten om zeker te maken dat die tijd tel in termen van impact? Absoluut. Voor ons gaan het die mensenverhouding en die tijd wat daarin gespandeer moet worden, moet daarbij blijven. Het moet niet afgewaterd worden omdat je sukkel met administratieve goed of functionaliteit of producten wat niet doen wat het veronderstel is om te doen. So voor ons om daai goed terug te bringen is tweeledig. Een om die processen en die producten beter te maken, maar ook om zeker te maken dat die cliëntenverhouding werk beter en is een meer gemakkelijke ervaring wanneer je wel met FNB te doen hebt.